Het managementboek van 2016 van Danielle Brown en Jitske Kramer, The Corporate Tribe. En dat gaat eigenlijk over de discipline van corporate anthropology. Dat wil zeggen, als een antropoloog kijken naar organisaties. De, de organisatie bekijken als cultuur, als een gemeenschap van mensen die zichzelf bouwt op rituelen, op symbolen, op patronen. En net zoals antropologen in andere culturen gaan kijken en verwonderd zijn hoe dat het er daar aan toe gaat, zo kunnen wij ook als coaches en consultants of managers meer verwonderd zijn over hé, hey, hoe doen we dat eigenlijk? En als je die cultuur begint te zien, dan kun je daar misschien een wijziging in aanbrengen. En de twee dames, die uh, houden ervan om voortdurend die parallel te trekken tussen hoe het er bij ons gaat, aan toe gaat en hoe het er elders aan toe gaat. Daar kun je bewust uh, van worden dan, maar je kunt ook inspiratie eruit halen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, als je wilt... Een besluitvorming in de organisatie opbouwen op basis van gelijkwaardigheid. Doe het dus zoals in de Afrikaanse culturen. Ga je in een cirkel zitten rond een boom, zoals ik ook graag doe, die cirkelvorm die gelijkwaardigheid creëert. En zo zijn er heel veel vergelijkingspunten en inspiratiebronnen te vinden. Ik vind het persoonlijk niet de meest grote bijdrage om dan te zeggen: hé, hey, kijk, we kunnen afkijken van andere culturen en dat overdragen naar onze cultuur. Dat was ook het geval met de biomimicry. Je kunt afkijken van de natuur. Zo kun je afkijken van andere culturen. Het is boeiend om het te doen, maar een veel rijkere manier om met antropologie bezig te zijn, is gewoon onze eigen cultuur te gaan waarderen. Te gaan bewust worden van hoe dat wij het doen. En dan de vraag te stellen: wat is precies de ontwikkeling die we willen doen in hoe dat we met elkaar gemeenschap vormen? En zij hebben ook wel een bijdrage daartoe, de ontwikkeling van organisaties die ze in kaart brengen met vijf cultuurtransities. Ze hebben daar een tabel, een schema rond ontwikkeld. En die is gebaseerd op de totempaal. Elke organisatie heeft een totempaal nodig die verbindend werd, zowel horizontaal als verticaal, naar de grotere gehele toe. En hoe zit het dan met die totempaal? En volgens die, die totempaal kun je vijf ontwikkelingen gaan definiëren. Het eerste kan zijn dat die totempaal niet bestaat bij start-ups, of puur die hebben nog niet een gemeenschappelijke geschiedenis. En ze kunnen dus werk maken van een, een missie formuleren, een visie formuleren dat verbindend werd. Het kan ook zijn dat de totempaal vuil geworden is. Die totempaal is dan, moet dan opgepoetst worden. Men heeft heel veel goede dingen in huis, maar die stralen niet. Wat is precies het verbindende element waarmee dat je kunt stralen, zowel naar de mensen toe als naar buiten toe? Het kan ook zijn dat die totempaal zoek is. Waar is die totempaal gebleven? En dat is het geval in de waan van de dag. Mensen zijn soms met zoveel dingen bezig dat ze niet meer weten wat eigenlijk de bedoeling was. Het kan zijn dat de totempaal in stukken ligt, beschadigd is. En dan is er herstel nodig. Er is healing nodig. Zoals Philippe Bayer bezig is met zijn organisatietrauma. Daarnaar kijken wat moet er hersteld worden door vorige fusies, geschiedenissen, slechte beslissingen... Wat is er van herstel nodig dat we terug kunnen elkaar verbindend ontmoeten? Uh, en dan het laatste kan zijn dat de totempaal misschien verouderd is. Er is vanuit vernieuwing, vanuit de omgeving, misschien een nieuwe totempaal nodig. Zo'n vijf cultuurtransities, vijf manieren hoe dat je kunt kijken naar je ontwikkeling als cultuur. Van, e, hoe zit het eigenlijk met onze totempaal? En dit boek wordt in Vlaanderen volgens mij... Nog te weinig gelezen, te weinig bekend, vandaar dat ik er eventjes promotie voor maak. Vooral ook die, die kijk naar cultuur, naar de organisatie als een levende gemeenschap die zichzelf uiteindelijk bouwt en in stand houdt, maar zichzelf ook verder kan ontwikkelen. Wat is de, hoe zit het met de totempaal in je organisatie? Hoe is het ermee? Waar is die?